Ja, wat een heerlijke dag is het, hè? Het is warm voor de tijd van het jaar. In Eindhoven was het warmst van Brabant met dik 25 graden. Ja, de bofkont die ervan geniet vandaag is onze verslaggever Jan Walen. En hij is in Eindhoven. Ja, ik ben naar het warmste plekje gegaan. 25,5 graden was het hier. Dat is het nou overigens niet meer, hoor. Want ondertussen is het zonnetje een beetje weg achter de bebouwing. En het terras zat hier lekker vol. Maar nou het zonnetje weg is, gaan mensen ineens ook weg. Maar ik kan hun wel even, ik kan jullie wel even feliciteren, toch? Gefeliciteerd. Waarmee? Ja. Het is jullie gelukt om het warmste plekje van Nederland te vinden vandaag. Nou, dat is heel fijn om te horen. Ja, ja. Fijn toch? Ja, jullie hebben ervan genoten, denk ik, of niet? Ja, ja, eigenlijk wel. Heerlijk. Ja, want wie zit er nou op 16 oktober nog, nog op een terras? Ja, wij. Ja, wij twee dus. En dat is genieten, denk ik. Ja, zeker, zeker. Heerlijk. Ja. En dat is allemaal genieten, omdat het dus een record is. Het was overigens in Brabant overal warm. Alle meetstations hadden 25 graden. Het was nog even spannend tussen Woensdrecht en Eindhoven. Of Woensdrecht het warm zou worden of Eindhoven. Eindhoven heeft nipt gewonnen. En ja, wat een beetje wrang is, dat hebben we te danken aan die orkaan Ophelia, waar ze zoveel last van hebben in Ierland. Maar daardoor draaide de wind heel hard onze kant in en daardoor is het hier zo heerlijk warm. Dat is fijn hier op het terras in Eindhoven, maar dat was ook heel fijn voor al die kinderen die herfstvakantie hebben. Bijvoorbeeld bij het kabouterpad in Wintelree. Kabouterhuisje? Kijk! Zit er ook glas achter? En zitten ze er ook in? Niet dat we zien. Misschien zitten ze wel onder je schoen, joh. Nog geen plat getrapt? Nee. Wat voor vakantie is het nou eigenlijk? Kerstvakantie. Ja, maar het voelt een beetje als een zomervakantie zo, ja, toch? Ja, het is best wel heet. Ja, het is wel heet. Fijne dag. En gewoon in de shirt, hè? Ja. Kan gewoon, hè? Ja, nou kan het. Och ja, er staat wel eten, zie je dat? Een bordje. Met worst. Dus die houden ook van worst, zo die kabouters. Nou, dan weten we dat ook weer. En in Tilburg was het zweten geblazen. Daar werkten de kids keihard op de kinderbouwspeelplaats. Wat ben je nou eigenlijk aan het maken? Een bakje. Een bakje voor wat? Voor daar waar de winkel is, een buis. En daar, omdat dat is een winkeltje, dan kunnen ze dingen kopen voor spijkers. En moeten ze de spijkers moeten ze in de buis doen en vallen de spijkers in die bakje. Aha. Zeg maar, is het eigenlijk niet veel te warm om dit soort dingen te doen? Nee hoor. Dus straks wel. Maar niet alleen de kinderen genoten van het schitterende weer. Ook de terrassen zaten dus overal weer vol. En ijssalons, die draaiden een extra goede dag. Ja, het is een heel druk dagje. We hebben heel veel ijs al extra bijgemaakt. En met de lekkere weerkomst, iedereen heeft een ijsje eten natuurlijk. Jullie redden het zelfs niet met de bezetting, begreep ik? Nee, we hebben al iemand bij moeten bellen. En we hopen dat we er nog iemand bij kunnen bellen, want het is een stuk drukker dan verwacht. Ja.